Op woensdag 24 oktober start TV73 met Het Geheim van de Vughtse Heide. De zevendelige jeugdserie is geschreven en geproduceerd door Nol Roos. Een deel van Het Geheim van de Vughtse Heide is gebaseerd op zijn lagere schooltijd van de Lucasschool in Den Bosch. Hoofdrollen zijn weggelegd voor onder andere zijn oud-leraar meneer Van Eyck, aan wie de serie ook is opgedragen. Het verhaal speelt zich af in het heden en het verleden. Op de hielen gezeten door veldwachter Le Trom rent de Rooie over de Vughtse Heide. In een moment van onoplettendheid belandt de stroper in zijn eigen val. Voordat hij zijn laatste adem uitblaast, spreekt hij een vloek uit over de nazaten van de veldwachter. 148 jaar later ontdekken 10 kinderen dat zij de nazaten zijn van Le Trom. Ze hebben slechts 13 nachten de tijd om de vloek te verbreken. Tijdens de zoektocht verdwijnt een aantal van hen naar het verleden, de tijd van de Rooie. Voor beide groepen begint een race tegen de klok. Zal het ze lukken de vloek te verbreken? En zullen ze elkaar ooit nog terugzien? U kunt nu gaan kijken naar de making-of van de film. Het verhaal gaat over de Rooie. Angstaanjagende stroper voor wie iedereen bang was. Men denkt dat de Rooie zo haastig gevlucht was dat hij in zijn eigen goed verstopte valstrik is gelopen. En met de laatste levenskracht die hij bezat, sprak hij een vloek uit. Wie weet is het voor ons bedoeld. Een brief van veldwachter Le Trom. Moet je horen. Haast u, want u krijgt slechts 13 keer een kans. We hebben hem gevonden. De verhalen kloppen. De Rooie bestaan. 6 kinderen uit Vught zijn sinds 2 dagen vermist. Ik ben Frank. Wie zijn jullie? Het verhaal speelt zich af 148 jaar geleden. Dat is de belangrijke kern in het verhaal. Een aantal jongelui, een groep, de X10, is trouwens ook een clubje dat ik in de lagere school 6e klas had, dus die heeft echt bestaan. Die X10, die komen erachter dat een van hun voorouders vervloekt was. En één keer in de 148 jaar, 1 plus 4 plus 8 maakt het getal 148, maar dat maakt ook het getal 13, komen er 13 manen voorbij. En in 13 manen verschijnt het oude hutje van de Rooie. Een angstaanjagend stroper die eigenlijk heel erg boos is, die verbitterd is. En de Rooie zorgt ervoor dat een deel van de X10 van de jeugd teruggezogen wordt naar zijn tijd. We zijn terug in de tijd gegaan. Nu ben ik ouder dan mijn oma. Een en al drama natuurlijk. En het lukt niet allemaal even goed. 10 kinderen, of 5 kinderen verdwijnen naar het verleden. En de andere 5 moeten natuurlijk helpen om de anderen weer terug te krijgen. Krijgen ze een beetje hulp bij van dus wat volwassenen, onder andere meneer Van Eyck. Jongens, we zullen er echt alles aan doen om jullie vrienden terug te halen. Dus je zit in een twee strijd tussen heden en verleden. Die eigenlijk elkaar moeten helpen de oplossing te vinden. Dus in het heden zit weer een sleutel waardoor het verleden weer wat kan doen. En zo komt dat allemaal samen op het eind. De grote climax, weet je wel. Een brief van veldwachter Le Trom. Moet je horen. Gij hebt het geheim ontdekt. Het geheim dat in lange tijd verstopt heeft gezeten in de dubbele bodem van deze pot. Ik, veldwachter Le Trom, heb deze brief nagelaten, voor mijn sterven nog, aan de burgemeester van Vught. In deze brief laat ik u en de uwe weten dat de vloek echt is. En dan spelen er allerlei avonturen af om ervoor te zorgen dat de vloek ongedaan gemaakt moet worden. En dat geeft spanning, sensatie en kippenvelmomenten.
Trom, dat was een streng, maar rechtvaardig man. Hij leefde voor de wet. Keurig getrouwd, twee dochters, twee zonen. En die twee laatste, die hielpen hem met het handhaven van de wet en van de orde. En Le Trom en zijn zonen, die hadden gezworen om de rooie ooit nog eens te pakken. Ja, Willeke? Waren er eigenlijk redenen dat de mensen bang waren voor de rooie? Of zag je er gewoon eng uit? Waren er eigenlijk redenen dat de mensen bang waren voor de rooie? Of zag je er gewoon eng uit? Het hele verhaal waar de kinderen later mee aan de slag gaan, ja, dat wordt neergezet door meneer Van Eyck, dat is zijn bijdrage aan de film. Als jullie dit blijkbaar niet interessant genoeg vinden, kan ik misschien beter iets anders gaan doen. Ik zou jullie iets kunnen vertellen over de Vughtse Heide, wat jullie waarschijnlijk meer zal boeien. Meneer Van Eyck in de film is een leerkracht, een leraar, waarvan jij vindt als leerling van nou, die man, die zou ik over 10 jaar nog wel eens een keer willen ontmoeten en over 20 jaar ook weer. Dat was ook de beschrijving van het type Van Eyck, dat ik meteen al kreeg bij het eerste gesprek. Zo'n leraar moet je spelen. Ja, tot nu dan, hè, nu die oude foto. Iris is de stiefmoeder van Willeke. Willeke is een van de kinderen die dus inderdaad vermist is. En Iris heeft niet zo'n goede band met de stiefdochter. Dat gaat niet helemaal van een leien dakje. Ik ben hier niet blijven logeren voor jou. Ik wou dat mijn moeder mee op vakantie was gegaan. Weet je wat jij doet? Bekijk het lekker. Dan eet je toch niks? Zelf al aan mijn ontbijtje beginnen. Ze zochten een zoon van Le Trom en die, ja, ik had hem voorgesteld. Ik zei tegen hem van, zou ik wel willen doen? Ik ben 20 jaar oud en ze zochten iemand van die leeftijd en dat leek me echt geweldig om mee te spelen. Om als zoon van Le Trom in het geheim van de Vughtse Heide mee te doen. Ik ben Ruud Vogels. Ik speel de rol van Jim. Jim is, is de vader van Sof. Dat is een van de kinderen die op een gegeven moment vermist wordt. Ja, Jim is een hele vader die eigenlijk jong van hart is. Die vrij avontuurlijk is ingesteld. Die heel relaxed is. Die ook op een hele makkelijke manier best wel zich in kan leveren. In de wereld van de jeugd, zal ik maar zeggen. En hij gaat op een gegeven moment op zoek. Naar zijn verloren dochter. Hey pap. Hey modepopje. Waar gaat de reis zo vroeg naartoe? Het is bijzonder dat jij op je vrije zaterdag zo vroeg uit de veren bent. Pap, doe alsjeblieft niet zo idioot. Ik ga met wat vriendinnen naar de stad. Het is uitverkoop. En wij wilden gewoon graag als eerste bij zijn. Maar kan ik wat geld van je lenen? Tja, ja. Ik speel Lonkie van de Heuvel in de film. Hij is een avontuurlijk typetje en lief ook al. En hij denkt zeg maar altijd net iets verder dan iedereen. Ja, ik ben Mattia en ik speel Rudy in de film. En hij is de survival meneer en weet er alles van en zo. Het getal 13 is een van de bekendste voorbeelden van bijgeloof. Sommige hotels hebben geen 13e kamer of een 13e verdieping. En de heksen die zouden het liefst met z'n 13e vergaderen. Ik ben Maxime Lata Parisa en ik speel Nina in de film. Ik ben Nigel Fish en ik speel Bugs in de film. Auw, auw! Kijk, Bugs, naar de toets in. Auw! Er was een moment in de Vughtse Toren. Het was heel lastig om te acteren dat ik met mijn hand in de muur zat. En dan moest ik heel erg schreeuwen en overdrijven en zo. Dus dat was wel een beetje lastig soms. Ik speel het geheim van de Vughtse Heide. Ik speel Willeke in de film. Ik ben een meisje dat een beetje onhandig is af en toe, maar ook wel een beetje de moeder van de groep is. Ja. Nina,
Jullie hebben het spiegeltje gevonden. De redding is nabij. Breng het spiegeltje terug naar de vindplaats. Het is de poort tussen heden en verleden. Nina moet je pakken. Nina! Ik heb contact gehad met Marijke. Ik ben Lois en ik speel Marijke in de film. En ja, ook soms een beetje brutaal. En ik ben de beste vriendin van haar. Ja. Voor mij was het lastigste om te spelen was wel dat ik in een kuil moest zitten. En dat ik helemaal tot op mijn nek toe begraven werd. En dat ik door het water werd heen gesleept. En dat was wel eng. En het was verder, wel heel veel energie, maar het was wel echt heel leuk om te doen. Ik kijk er nu wel op terug, zo van, hé, dat is een leuke ervaring. Actie! Bij 5, 4, 3. En stop maar. Heel goed, Gina. Oké. Acteren met kinderen is leuk. Kinderen die leren nog snel, zijn ook leergierig, willen ook leren, hebben een goede motivatie daarvoor. Ja, het is echt jeugd. Ze zijn lekker dynamisch. Ze zijn echt speels. Op momenten ook letterlijk speels. En dat is, het ademt ook echt daarom ook de sfeer uit van een jeugdfilm. We zijn zo'n 2-3 maanden voordat we gingen opnemen, zijn we begonnen met repeteren. De kinderen hadden al wel iets gekregen van tevoren van Nol. Die heeft op het begin nog even de repetities geleid. En toen ik het overnam, hebben we zo'n beetje de eerste scènes gekregen. Waardoor we ook echt met scènes aan de slag konden. Niet alleen maar met oefeningen. En vanaf dat moment, 2-3 maanden later, zijn we gaan opnemen. Ik heb de kinderen enorm zien groeien. Want het is echt... op het begin was er een aantal dat al van nature goed kon acteren. Er was ook een aantal wat dat gewoon nog niet zo goed lag. Geen probleem, we hebben dat gewoon goed aangepakt. En daarin zag ik zoveel groei. Een paar kinderen kon je daar echt gewoon in zien groeien per week. En dat ging dan ook beter, want op het moment dat ze het dus beter kunnen en van mij dus wat positievere berichten krijgen, is het ook leuker om te doen natuurlijk. Dus. En ik heb iets moois gevonden. Wacht, ik laat het even zien. Wie doet druk koppen nou? Dan doe je wat. Deze vond ik in de portemonnee van Frank. Hij is dus gewoon verliefd op Soap. Als het geheim van de rooi zo makkelijk oplosbaar is, dan zou je binnen een poep en scheep weer weg. Nou, ik speelde Soap en ja, Soap is iemand een beetje een modepopje en ze weet altijd alles beter en als ze iets niet naar haar zin is, dan zegt ze het wel en ze is niet op de mondje gevallen dus. Ja, ik moest heel veel emoties dan zeg maar acteren. En meestal ook verschillende scènes, wel verschillende emoties. Dus als je dan op de set was zeg maar, dan wist je wat je moest doen en dan deed je gewoon wat je gevraagd werd. En dan als je bijvoorbeeld verliefd moest spelen, dan deed je gewoon een soort van verliefd zeg maar. De verliefd spelen vond ik wel het moeilijkst, want zoiets heb ik nog niet echt gehad in het echt, zeg maar. Maar ik heb gewoon zeg maar afgekeken bij haar, want zij wist wel dat het moest, dus. Ja. Tim is een beetje een gevoelige, emotionele jongen eigenlijk. Beetje sloom ook. En hij is dus een beetje de Jan Paul van het stijl.
Nou ja, Katja is denk ik ja, de persoon die eigenlijk een heel klein hartje heeft. Ze doet dat heel stoer en soms wel wat onaardig, maar diep van binnen is denk ik al een gevoelig persoon. Mag ik alsjeblieft vanavond thuis blijven? Ik neem een aspirintje en ik ga... Ja, spelen met de burgemeester van Vught, ja, het was eigenlijk wel tof, weet je wel, want het is toch wel iets anders dan de anderen, laat ik het zo zeggen. Het was, ja, veel lollige momenten gehad en... Ja, dat de burgemeester zei van, we waren nog bezig met het shot. Zo, ja, is het zo goed? Weet je wel, dat soort dingen. Dat is dan weer wel grappig en zo. En ja, het is toch wel ja, een speciale ervaring geweest voor mij. Want ja, iemand, ja, zo iemand die ontmoet je niet zomaar. Pap, mag ik alsjeblieft vanavond thuis blijven? Ik neem een aspirintje en ik ga op tijd naar bed, oké? Vooruit. Pak een warme douche en kruip lekker onder de wol. Beste nazaat, luistert goed naar de laatste woorden van uw voorouder. De oplossing tussen heden en verleden ligt bij de eerste burger van uw dorp. Ja, ik heb er ook veel van geleerd. Je hebt er veel geduld voor nodig voor acteren. Ja, en moet heel vaak van andere kanten. Het moet echt goed zijn, of tenminste in mijn ogen goed zijn. Dan pas stoppen we en anders gaan we door tot het goed is. Dus dat is het. Ook een beetje de drijfveer geweest van waar gaan we voor? Kwaliteit. Ik doe de regie en camera. Bart doet geluid. Zoals altijd, Steven doet de assistent regie en zal naar jullie de communicatie doen, naar de acteurs. Wij verwachten vandaag van iedereen professionaliteit en snelheid. Dit is de laatste draaidag, zoals bekend. En dat willen we ook graag zo houden. Dat is afhankelijk van twee dingen. Ten eerste van het weer. Als het begint te regenen, moeten we het helaas staken. Want we kunnen een slotscène niet afsluiten, de film niet afsluiten, met een regenbui. En het tweede ding waarvan afhankelijk is van jullie. Ja? Knuffelen, high five, kussen, lachen, huilen, gieren, brullen. Ik wil het meteen goed zien. Steven had meestal het woord om te zeggen wat we gingen doen. En... Als de crew aan het praten was, dan waren wij meestal wel iets drukker. Ja. Dat was niet altijd even handig, maar... Als assistent regie ben ik verantwoordelijk voor de communicatie tussen de regisseur en de acteurs. Bij de voorbereiding bespreek ik samen met de regisseur Rick van Bokstel en de coördinator Hans Pronk. Bespreken we de hele scène. In deze voorbespreking gaan we bespreken wat zijn de mogelijke problemen die we tegen gaan komen. En we lopen nog met z'n allen keer het script door van, nou, kloppen die zinnen, hè? Klopt de feeling die erbij zit? Communicatie in het algemeen. In het team is het bellen, mailen, overleggen op kantoor, de vergaderingen, iedere vrijdagochtend. Ik zag al gauw van, nou, dat wordt elke week vergaderen, omdat er zoveel opnames zijn. Er zijn 8 hoofdstukken met heel veel scènes. Dat moet allemaal gecombineerd worden zo optimaal mogelijk. Er is heel wat voorbereiding voordat je gaat opnemen. Dat begint natuurlijk bij het schrijven van het verhaal. En nou ja, goed, dan krijg je dus zo'n script voor je neus en dan ga je lezen. Dan hebben we een voorbespreking. Dat is voor mij als regisseur, voor onze assistent-regisseur, voor de coördinator en voor Bart de Graaf, die licht en geluid doet. En Claudia van Dam, die de repetities leiden, die nemen dan de scènes door die we gingen opnemen. En ja, dan kom je toch met allemaal andere ideeën en andere gedachten over die scène. Die gooi je op een hoop en ja, daar komt dan het beste uit. Als setdresser ben ik altijd op de set aanwezig. Ik heb ook het hutje gemaakt. Dat was een hele toffe klus. Ook een van de grootste en moeilijkste klussen die ik ooit gedaan heb. Een hutje maken van 148 jaar geleden is niet makkelijk als je niet weet hoe zo'n ding eruit ziet. Alles moet gewoon nagemaakt worden. Ik ben begonnen met een tuinhuisje. Zo gegaan dat ik met modder en met allemaal lijm en stro en zand en de meest viezigheid een papje gemaakt heb. Dat papje heb ik tegen de wand aan gegooid, letterlijk.
echt om het allemaal oud te maken, stukken afgebroken, oude planken er tegenaan gemaakt, spinnenwebben erin gecreëerd met wortels en nou, van alles en nog wat. Er is zo ontzettend veel aan geklust. Ik krijg je de rillingen van, ik ga je weg. Ik doe het geluid voor het geheim van de vruchtzaamheden, evenals de kleurcorrecties. Nou ja, eigenlijk wat je doet is de film een look geven, een sfeer, een bepaald gevoel. En als je het zo opneemt, dan heb je een bepaald videorecorder of ja, camcorder gevoel. En dat is precies wat we niet willen hebben. We willen een filmlook. Dus dat betekent dat de saturatie iets naar beneden gaat, het contrast iets omhoog. En dat je een eigen ja, sfeer geeft aan die film, aan het geheel. Ook is natuurlijk zo als je een keer niet goed op je witje gelet hebt, dus je hebt bijvoorbeeld een keer een rodere tint en de volgende keer een iets blauwere. En je moet dat snijden, nou ja, dan zal het toch met kleurcorrecties zou dat gelijk getrokken moeten gaan worden. Ja, professioneel. Vooral professioneel. Iedereen was bezig met wat hij moest doen. Bij de kinderen, ja goed, als er 10 rondlopen, dan valt het niet mee om het allemaal rustig te houden. Maar op het moment dat ze moesten, waren ze er echt wel professioneel. En tussen de opnames door was het gewoon relaxed eigenlijk. Het was echt een hele leuke sfeer tussen iedereen. Tussen de crew, tussen de acteurs. Als je er toevallig aanwezig was. Was echt, top. Kinderen, ja. Bijzonder stel. Wel een heel erg leuk stel. Ik vind het vooral bijzonder dat ze allemaal gecast zijn bij de audities. Zonder dat ze elkaar kennen. Ja, misschien 1 of 2 die elkaar kenden, maar verder niet. En dat het dan toch zo'n hecht clubje werd. Vond ik heel bijzonder om te zien. En ze waren stuk voor stuk schatjes. Ja, we gingen 's ochtends vroeg met z'n allen naar het Reptielenmuseum in Tilburg. Ja, het was wel leuk, allemaal beesten en zo. Het was wel gezellig. Ja, het is gewoon leuk om dat te doen. Hij mag geen hele plek. Naar bepaalde scènes ben ik ook heel erg benieuwd. Bijvoorbeeld de scènes dat ze met slangen en met spinnen om ons heen en op ons gezicht en zo moesten liggen en zo. En hoe dat er uiteindelijk dan op beeld uitkomt te zien, ben ik wel benieuwd naar. Tot mij zult gij komen. Zoekt mijn hut die gedurende 13 minuten verschijnt bij volle maan. 13 minuten na het eerste nachtelijk uur. Droomt uw droom zoals ik mijn nachtmerrie beleef. Helpt ge mij niet, dan blijft ge voor eeuwig verdoemd. Nol Roos heeft mijn personage geschreven. Nou, en zoals mijn naam is Lonky in de film. En dat is achterstevoren ik Nol. En ik denk dat hij mij gewoon het juiste gezicht, zeg maar, heeft gewonnen als Lonky. Holy moly, wat een engheid. We hebben hem gevonden. Het verhaal kloppen. De rooi heeft bestaan. Nou, de inspiratie heb ik gehad uit mijn jeugd. Meneer Van Eyck, gespeeld door Hans Pronk, fantastische rol. Meneer Van Eyck was mijn leraar in de 6e klas lagere school, Ton van Eyck. Rudy en Lonky.
die zijn geboren uit vertellingen die ik aan mijn dochters deed toen ze klein waren. Oh, pap, wil je nog één keer een verhaaltje vertellen van Rudy en Lonkie? En als ik dat niet deed, dan wilden ze niet gaan slapen. En wat doe je dan? Dan ga je je eigen belevenissen van vroeger, woningen, dus onbewoonbaar verklaarde woningen, daar kropen wij in en daar gingen we in struinen en strietsen. En als je dat aandikt met een hoop fantasie voor de kinderen, nou, dat vonden ze spannend. En ik mocht geen enkele avond overslaan, dan deed ik dat wel, gingen ze niet slapen. Als kind vertelde mijn opa mij het verhaal. Nou, niemand weet of het echt gebeurd is, maar het heeft mij al die tijd bezig gehouden. Het verhaal gaat over de roeier. Angstaanjagende stroper, voor wie iedereen bang was. Ja, ik ben wel trots op mijn prestatie. Ja, het is leuke ervaringen en ik denk dat ik ze ook nooit zal vergeten, want ja, zoiets maak je niet snel mee. Hoe voorkomen we dat Roy in zijn klem trapt? Ik weet wat er te doen staat. Ja, ik ben er echt heel erg trots op, want ja, je speelt niet zomaar in een film. Het is wel bijzonder dat je dan een hoofdrol hebt in een film. Dat vind ik wel heel bijzonder. Gaat het een beetje, schat? Ik denk dat mensen versteld kunnen gaan staan hoe goed het eigenlijk is. Dit is een familiefilm. Het is voor een heel breed publiek, van jong tot oud, wordt die heel leuk om te zien. Yes, dat is leuk! De film Het Geheim van de Vugsheide is een hele leuke, gezellige, spannende avonturenfilm.